Reeds vanaf mijn eerste kookboek heb ik heel veel vragen gekregen naar bereide maaltijden, want er is echt wel een bewustzijn naar gezondheid, maar we moeten toegeven om altijd een gezonde maaltijd op tafel te brengen, dat vraagt toch wel een beetje tijd en energie. En laat nu net die tijd ons ontbreken wanneer we en gaan werken en kinderen hebben en gewoon heel veel leuke dingen willen doen. Dus ik vond dat wel een zeer goed idee en blijkbaar fabrikanten ook, want er hebben verschillende fabrikanten mij komen consulteren van Sonja, wij willen wel jouw maaltijden op de markt brengen, maar ik moest altijd compromissen doen. Compromissen bijvoorbeeld op, ze moesten minstens een maand geldig blijven. Ik zag dat niet zitten, want dat kan natuurlijk niet spontaan zo lekker blijven, die swingende groentjes niet zo lang goed. Dus er moesten dan bewaarmiddelen bij of ze wouden daar een beetje kleurstoffen bij en smaakstoffen. Dus gewoonweg, er gingen jaren overheen en ik zou nooit dat compromis maken. Want tenslotte, de gezondheid van onszelf staat toch wel op het spel en ook die van onze kinderen. Maar dan leerde ik Stormiel kennen en we zagen onmiddellijk dat we een gemeenschappelijke passie hebben en die passie is vooral groenten en een gezonde maaltijd. Een maaltijd die ons werkelijk datgene geeft wat we nodig hebben, energie, om eigenlijk het leven van ons dromen te kunnen leiden. Nu, ik was eigenlijk een beetje naïef en ik dacht, ah, na enkele maanden gaan we dat dan wel op de markt hebben, maar niets was minder waar. We hebben er meer dan een jaar heel hard aan gewerkt met een volledig researchteam. Alles moest top zijn, de 50% groenten zullen erin zitten. Er zitten natuurlijk ook de eiwitten in de koolhydraten in de juiste verhouding, zodat u na uw maaltijd niet moe bent, maar gewoon weg barst van energie. En voilà, ik ben nu eigenlijk heel blij dat zij op de markt zijn. En ik heb nu eindelijk ook voor mij en mijn gezin een heel gemakkelijke oplossing. Een bereide, gezonde maaltijd die ik zonder schuldgevoelens kan op tafel brengen. En ik geef heel graag toe dat wanneer ik een hele dag hard werk, dat het gewoon geen prettig vooruitzicht is niet meer te moeten koken. Lekkere, gezonde maaltijd. En nadien gewoon leuke dingen doen. En ik geloof dat iedereen dat gewoon graag wil doen. Dus ik hoop dat je er ook van kan genieten.